Welkom allemaal bij een gloednieuwe warming-up hier vanuit de Word Grote Studio in het stadion. En nu nemen we het wel heel letterlijk. We hebben de grootste man aan tafel, denk ik. Ja, wel bijna, denk ik. Nee, volgens mij zijn allebei de andere keepers iets langer nog dan ik. Maar het scheelt niet veel. Nog langer. Ja. Net geen 2 meter, toch? Nee, tik bijna de 2 meter aan, maar dat is me helaas niet gelukt. Hoe gaat het met je? Ja, gaat goed. Ja? Goed, ja, zeker. Fit, gezond. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Het gaat goed, denk ik, met de club. Dus we hebben een stijgende lijn te pakken na de winterstop. We staan er goed voor op het moment, op een play-off plek. Dus we moeten ervoor zorgen dat we dat vast gaan houden. Ja, zeker. En kijk, wij hebben je nog niet heel vaak hier in beeld gehad. En zeker niet hier aan tafel. Dus ik ben wel even benieuwd. We willen een beetje beter leren kennen. Ja. Kan je helemaal terug gaan? Waar ben je opgegroeid? Ik ben geboren en getogen in de buurt van Rotterdam, in Oud-Beijerland. Daar heb ik de eerste 12 jaar gewoond. Daar ook bij de amateurs begonnen. En daar vandaan eigenlijk gescout door Ajax. Altijd al keeper? Ja, echt vanaf mijn 5e al keeper geweest. Want meestal word je een beetje erin gedrukt, toch? Oh, er is geen keeper. Nou, ja, nou, was bij ons ook, we hadden inderdaad ook geen keeper. En we hadden eigenlijk ook een soort van doordraaisysteem. Ik moet zeggen dat ik het niet meer heel goed weet, maar dat hebben mijn ouders me verteld. Ja. Dus ik was een keer aan de beurt en blijkbaar heb ik toen gezegd dat ik het keepershirt heel mooi vond. Oh ja. Dus van, nou ja, mag ik die dan volgende week ook weer aan? Oh ja, is goed. Blijf jij maar keepen. Nou, dat was in de F8. Dus ja, dat stelt niet zo heel veel voor. Ja, en uiteindelijk bleek ik dat toch wel aardig te kunnen. En ging ik volgens mij op mijn 6e of 7e al gelijk naar de F1, naar de F-selectie echt. Mm-hmm. Nou ja, en toen bleek dat ik daar wel aanleg voor had. Eigenlijk zonder dat ooit eerder was opgevallen. Ik ben ook een soort van gedwongen op voetbal gegaan. Ik ben helemaal niet per se geïnteresseerd in. Okay. En ook helemaal niet per se voor mijn 5e al heel erg buiten aan het voetballen of zo. Dus eigenlijk een beetje in samenloop van omstandigheden in doel terechtgekomen en er eigenlijk nooit meer uit geweest. En nooit de behoefte gehad van, laat me toch maar even meevoelen. Nee, ja, hij heeft me eigenlijk nooit getrokken. Okay. Het zou me nu wel eens leuk lijken, maar ja, ik heb niet echt, eigenlijk nooit de ambitie gehad om een keer het te proberen als veldspeler. En toen werd je dus in omgeving Rotterdam gescout door Ajax. Ja. Ook nog wel gevoelig. Ja, klopt. Feyenoord had mij ook op de radar op dat moment. En wij speelden met mijn amateurclub een toernooi in Woerden, vlakbij Utrecht. Nou, daar was een scout van Ajax aanwezig en die hebben mij toen uitgenodigd voor een aantal talentendagen. Dus nou, daar natuurlijk aan meegedaan. Dat was toch, toen was ik denk 10. Nou, toen was voetbal wel echt eigenlijk het grootste in mijn leven geworden, naast natuurlijk school. Dus ja, na de talentendagen en spannend en leuk en ouders trots, iedereen vol spanning. Ja, want begon dat dan een beetje te groeien, dat je zegt, ja, je bent een beetje ingerold in het voetbal. Maar had je toen al wel echt de droom van, ik wil profvoetbal in? Nou ja, als je in de F1 gaat voetballen en het wordt allemaal wat serieuzer dan in de F8, dan wel. En toen ben ik voetbal ook echt leuk gaan vinden en toen was het gewoon uit school naar huis, gelijk omkleden en weer naar buiten om te gaan voetballen. En dan snel eten tussendoor en dan weer 's avonds gewoon trainen. Dus op dat moment was voetbal wel eigenlijk alles wat ik deed in mijn leven, naast naar school gaan. Dus ja, toen werd ik echt gewoon groot fan van het spelletje. En ik wilde gewoon graag door in voetballen. Ik had toen altijd gedacht van ik hoop dat ik hier bij mijn amateurclub dan in het eerste kan komen. Nou, toen bleek dat er wel meer in zat en ja, toen Ajax en Feyenoord zich melden, werd het ook wel echt een droom om een profvoetballer te gaan worden. Had je een soort keuze? Kon je uiteindelijk een keuze maken? Ja, Ajax was eerder en was concreter. En toen hebben we eigenlijk gewoon gelijk de knoop doorgehakt om dat te gaan doen. En hoe was dat voor de rest ook van het gezin? Ja, wel een hele grote stap. Want wij woonden op ruim een uur rijden van Amsterdam. En de eerste 2 jaar hebben wij wonen we nog daar in de buurt van Rotterdam. En hebben we het zelf allemaal moeten doen. Dus dan moet je zelf rijden. Ouders zelf rijden. Op dat moment gaan er nog geen busjes. Mm. Dus ja, dan ben je 10, 11, 12 en dan zit je gewoon 5 keer in de week meer dan een uur heen en meer dan een uur terug in de auto. Dus ja, dat was vooral achteraf wel pittig. Op dat moment heb ik het niet eens echt als heel pittig ervaren. Dan doe je gewoon wat je leuk vindt. Je mag eerder uit school. Nou, dat vond ik ook wel lekker. Maar ja, het is toch, voor mijn ouders moet dat denk ik echt een hele grote stap geweest zijn. Ook voor mijn broertje en mijn zusje. Ja, die zullen daar ook wel, geleden is misschien een groot woord. Maar die hebben er ook wel, toch invloed of een soort van negatieve invloed gehad. Ja.
Dus ja, het was denk ik voor mijn ouders echt een grote stap. Die zijn ook anders, of het werk anders in gaan delen. Mijn opa is één keer in de week gaan rijden. Allemaal maar zodat ik kon trainen bij Ajax. Dus het was wel echt, echt een dingetje. Er is nogal wat voor opzij gezet. Ja, dan. Zeker. Ja, en met, want had je toen al, zeg maar, wist je van jezelf, van, ja, nee, wat er ook gebeurt, ik ga het 100% maken. Nee, zeker niet. Nee, op dat moment niet. En dat die spiegel houden ze ook steeds voor. Ik bedoel, ja, het gaat nu hartstikke goed, maar volgend jaar kan het zomaar anders zijn. Je krijgt nooit een garantie van, nou, je blijft zeker nog 3-4 jaar tot aan. Nou, je schroomde baars in de eetjes. Je blijft nooit zomaar tot de beetjes bijvoorbeeld zitten. Nee. Dus elk jaar weer, nou, gaan we door, ja of nee. Maar ja, mijn ouders hebben een soort van dat risico genomen. We zijn ook verhuisd, ook mede voor Ajax. Ja, en uiteindelijk heeft dat wel allemaal goed uitgepakt. En wat zou je zeggen is nou wat je echt daar geleerd hebt? Wat is het belangrijkste alles, ding? Alles. Ja? Ik zeg ook wel eens bijna gekscherend dat ik daar eigenlijk ben opgegroeid, bijna meer dan thuis. Ja, je leert daar zoveel, natuurlijk voetbaltechnisch, tactisch, alles. Maar ook zoveel in discipline en zorgen nou, dat je op tijd bent altijd, dat je je spullen voor elkaar hebt. Zij hameren ook heel erg dat je altijd zelf je tas inpakt. Dat je niet je ouders alles voor je laat doen. Dus, kom jij te laat als 12-jarige is het jouw schuld en is niet je ouder te laat weggaan van huis. Dus echt heel veel in discipline. Ja, en qua op het veld? Ja, alles. Ik bedoel, ja, echt nou, bij Ajax dan wel, denk ik, extreem ten opzichte van andere clubs meevoetballen. Dus wij deden, ja, toen was de keeperstraining ook nog niet zo gemoderniseerd als dat het nu is. Ik denk dat daar de laatste jaren wel echt een aantal grote stappen in is gezet. Ja, wij deden gewoon heel veel mee met de groep als keepers zijn in paas- en trapvormpjes, in positiespelletjes. Dus ja, dat, die basis heb ik daar wel gelegd. En wanneer kwam toen op een gegeven moment de buitenlandse stap om de hoek kijken? Ja, nou, dat was eigenlijk na 14 jaar Ajax. Mijn contract liep af. Ik zat een beetje tegen het eerste aan op een gegeven moment. Als derde keeper. Op dat moment ging het goed. Mijn contract verlengd. Ik zat vast bij het eerste en speelde dan alle wedstrijden in Jong. In de Jupiler League toen. Ja. Ja, toen raakte ik zwaar geblesseerd aan mijn schouder. Ben ik 2 keer geopereerd en bijna 2 jaar eruit geweest. Wat was dat voor blessure? Ja, er zat een stuk kraakbeen los in mijn schouder. Dat is toen operatief vastgezet. En, is het ook tijdens voetbal gebeurd? Ja, ja. Ja. Even een klap trainen. Erop? Of nee, wat, eigenlijk dat is er gewoon langzaam ingeslopen. Dus ja, waarschijnlijk zat er al gewoon vanuit de natuur zeg maar, iets niet goed. Ja. En daar heb ik gewoon last van gekregen als bovenhandse sporter. En dat is toen vastgezet. En dat bleek toch een paar maanden later niet helemaal goed te zijn. Niet genoeg in ieder geval. Dus hebben ze een pees verplaatst. En sindsdien gaat het eigenlijk heel goed. Okay. En toen, maar ja, dan gaat er wel, of op dat moment in ieder geval, ging er bij Ajax gewoon een kruis door mijn naam. Van oké, okay, nou gaat het niet meer worden richting de toekomst voor het eerste elftal. Maar toen had ik nog een contract. Dus ja, dat uitgezeten, keihard getraind, gezorgd dat ik gewoon klaar was voor een volgende stap. En nou, toen liep mijn contract af en waren er ja, wat opties in Nederland in de Jupiler League om te gaan spelen. Nou, dat ja, had gekund. Maar ik had echt het gevoel in mij dat ik graag naar het buitenland wilde. Omdat ik in Nederland toch een beetje het stempel had van die schouderblessures. Dus ja, is hij wel fit? Heeft nu ook een jaar niet gespeeld? Ja, dat is wel lastig om die beeldvorming een beetje te veranderen. Zeker als je dat niet kunt weerleggen met... Ja, kijk, ik heb 20 wedstrijden gespeeld bijvoorbeeld ja, in een jaar. Precies. Dus ik dacht, ik heb gewoon een nieuwe omgeving nodig. En toen was ik al een keer in Kaapstad op vakantie geweest. En dat, dat trok mij zo erg destijds dat ik eigenlijk eerst als grapje zei tegen mijn zaakwaarnemer ook van ja, ik zou ook wel naar Zuid-Afrika willen, naar Kaapstad dan. Ja. Nou, toen zouden we gewoon gaan bellen, kijken of we in contact konden komen. En nou, dat bleek een eigenaar te zijn die ook zeer geïnteresseerd was... in mij als Europese keeper, zeg maar. Dat vond hij echt mooi. Okay. En, dus ja, die wilde mij graag hebben. En, nou ja, even gekeken natuurlijk. Of gekeken, maar in ieder geval even informatie opgevraagd. Ook van andere jongens die daar speelden. Die had ik gewoon berichtjes gestuurd van Europese jongens. Van joh, hoe is het daar? Ja. Hoe zijn de faciliteiten? Hoe is alles geregeld? En dat was eigenlijk allemaal goed. En contract was goed. En dan dacht ik, weet je, ik ga het gewoon doen. Maar je hebt het eigenlijk een beetje zelf voor elkaar gebokst dus. Je wist gewoon, nou, dat lijkt me een mooi land, daar wil ik wel voetballen. Ja, ik had echt het gevoel,
echt het gevoel dat ik weg moest uit Nederland, dat dat goed voor mij zou zijn. Mm. Gewoon wedstrijden gaan spelen. Nou, de eigenaar die zei ook gelijk, weet je, je komt hier, maar over een week begint de competitie. Maar maak je geen zorgen, als je werkvisum op tijd precies, klaar is, dan ga je gewoon spelen. Ja. En dan kun je het gewoon laten zien. Ja, mooi. En grote overstap lijkt me. Andere kant van de wereld. Ja, zeker. Hoe kwam je daar terecht? Had je gelijk, dus een week later kon je voetballen en alles was koek en ei? Of, Ja, nee, het was echt top geregeld. Werd opgehaald van het vliegveld en was gelijk appartement klaar, auto was klaar. En eigenlijk alles wat geregeld moest worden, daar hielpen ze me bij. Hm. Dus ik moet een bankrekening openen daar. Nou, dan gaan ze even mee naar de bank. Ze bellen van tevoren even naar de bank van, joh, komt een speler van ons aan. Vang hem even op en regel even dat dat allemaal geregeld wordt. Hm. Eigenlijk alles wat nodig was, werd geregeld. Ik had een appartement van de club. En zeiden ook, ja, weet je, kan hier zo lang zitten als je wil. Je kan hier een paar jaar blijven zitten. Je kan ook zeggen van, volgende week ga ik een ander huis zoeken en dan geven we je wat geld mee. Dan als een soort van huurcompensatie. Dus ja, was echt allemaal goed geregeld. Nou, lekker. Ja. En hoe was het voetbal daar? Ja, wel echt anders dan in Nederland, moet ik zeggen. Qua opvatting wel redelijk hetzelfde. Ik speelde ook wel bij een club die graag wilde voetballen van achteruit en een best wel veel Europese invloed had. We hadden destijds Benny McCarthy als coach. Nou, die heeft veel in Europa gespeeld. En is daar echt, hoe wij een beetje Johan Cruijff hebben in Nederland, maar echt de allergrootste, dat is hij in Zuid-Afrika. Mm. Zij probeerde heel erg de Europese stijl erin te brengen daar. Ja. Ja. Dus, daar had hij ook graag een Europese keeper bij nodig. Ja. Dus dat kwam eigenlijk heel goed uit en vanaf dag 1 een goede klik met hem. En spreek nog steeds wel eens trouwens. Maar ja, het voetbal is iets anders. Ik vind het tactisch bijvoorbeeld wel wat minder. Maar het niveau van jongens individueel vind ik wel hoog. Had ik niet per se zo hoog verwacht. Maar ik denk dat je daar prima een aantal spelers eruit kunt halen en bij ons neer kunt zetten. Alleen als je 11 tegen 11 zou spelen, dan denken wij al dat wij redelijk gemakkelijk winnen. Ja, precies. Het is dus wel een beetje een ander niveau. Ik denk dat het gemiddelde niveau van de competitie, bovenkant keukenkampioen divisie, onderkant eredivisie is. Ja. Het is wel iets lager dan FC Groningen. Ja. Maar ik moet zeggen dat het niveau me zeker meeviel. En je had altijd wel doel gesteld volgens mij voor jezelf om terug te komen in de eredivisie. Ja. Je speelt jezelf niet echt in de kijker door naar de andere kant van de wereld te gaan. Nee, klopt. Nee. Hoe dacht je daarover na? Wist je al wel eens van, dat komt goed. Ik kom nog wel weer terug. Nee, zeker geen zekerheden. Maar ja, ik had ook niet heel veel keuze. Het was niet dat er 10 eredivisieclubs belden van, kom bij ons maar spelen. En ik moest gewoon gaan spelen. Ik kon ook wel ergens tweede of derde keeper worden. Maar ik moest voor mijn gevoel gewoon gaan spelen. Ja. Ik was 24. Ja, als je dan nog iets wil, moet je gewoon wedstrijden gaan spelen. En dan is er via Zuid-Afrika misschien eerst nog wel weer een andere tussenstop mogelijk om uiteindelijk in Nederland uit te komen. Mm. Nou, dat bleek achteraf niet nodig. Maar ja, ik ben gewoon daarheen gegaan om te gaan spelen. Ook niet om vakantie te vieren of iets. Nee, wat je wel eens hoort, dat jongens aan het eind van hun carrière naar lekker warm land. Ja, lekker warm land. Een soort van betaalde vakantie gingen. Ja. Nou, dat was absoluut niet het geval. Tuurlijk hebben we daar ook leuke dingen gedaan. En alle toeristische plekjes hebben we ook wel gezien. Maar ja, we zijn wel daar echt daarheen gegaan met het idee om mezelf te ontwikkelen als voetballer. En wat er dan nog verder bij komt, mooi meegenomen. Ja, want Mark-Jan, ik weet nog tijdens die window ongeveer dat jij hier naar Groningen kwam. Toen vertelde hij ons dat jij onder andere waar je heel sterk in was gewoon zorgen dat je zelf blijft verbeteren. En dus ook had je een heel programma voor jezelf qua krachttraining. Ja, zeker. Kan je daar iets meer over vertellen? Was dat geregeld vanuit de club of was dat echt helemaal, dat ga ik gewoon doen? Ja, nee, ga ik gewoon doen. We hadden op de club in Zuid-Afrika niet de faciliteiten die we hier bijvoorbeeld bij Groningen hebben. Nou, zijn de faciliteiten hier ook wel echt top van Nederland, denk ik. Maar ja, die faciliteiten waren daar niet. Qua gym, qua velden en zo was het allemaal wel prima, maar de gym was klein, kleinschalig. Dus wij kregen, er was dan wel weer goed geregeld, een pasje vanuit de club om naar een wat grotere gym te gaan, waar we eigenlijk alles konden doen. En daar gewoon altijd in overleg met de club en ook zelf wel daarin veel research gedaan en dingen meegenomen van Ajax om te zorgen dat je fitter, sterker, sneller en dat soort dingen wordt. En dat altijd vol discipline wel gewoon gedaan. Ja, het zit hem een beetje al in wat je aan het begin vertelde. Dus van, zorg dat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor je ontwikkeling. Ja.
Dat vind ik wel echt heel sterk, want je hebt er genoeg spelers, denk ik, die inderdaad warm land rustig gaan. Er wordt niet zo op me gelet hier. Komt wel goed. Ja, ook de lokale jongens wel een beetje hoor. Dat is misschien ook wel een beetje het probleem van de jongens in Kaapstad. Er zit zoveel talent, maar qua mentaliteit is ook niet altijd top. Ja, wil je hogerop, wil je dat land uit, wil je naar een Europese competitie, ja, zorg gewoon dan gewoon dat je ook aan de slag gaat zelf. Ook nog in extra trainen, zorg dat je fitter wordt, zorg dat je sterker wordt, sneller, dat soort dingen. Ja. Maar ja, dat was wel eens lastig voor de jongens. Ja, precies. Voor jou kwam die stap toen wel. Toen kwam FC Groningen. Wat was je eerste indruk van FC Groningen en misschien wel toen je hier kwam? Ja, het begon al ergens in november. Dat mijn zaakwaarnemer een keer contact had met volgens mij de scoutingsafdeling. En van, nou, staat wel op een lijstje. En nou, misschien wat voor volgend jaar. We houden het in de gaten en zo. Nou, oké, okay, klinkt goed, weet je wel. Maar toen een paar maanden niks van gehoord. En dacht, nou ja, weet je, als ze komen, dan komen ze. En anders niet. Ik blijf gewoon mijn ding doen. Blijf mijn wedstrijden spelen. Ja, dan zien we het wel. En op een gegeven moment werd het contact toch weer opgepakt en werd het allemaal wat serieuzer. Dus Mark-Jan naar Kaapstad gekomen. Nou ja, dan ga je ook Groningen wat meer volgen natuurlijk. Dus wedstrijden kijken, live, nou, dingetjes opzoeken, internet, social media. Ja, dan zie je gewoon, dat weet je ook natuurlijk wel als je gewoon uit Nederland komt en veel voetbal volgt, dat Groningen gewoon een grote club is met een heel groot achterland. Dus ja, voor mij was dat in mijn ogen in ieder geval de perfecte stap. En heb ik eigenlijk alleen maar zitten hopen dat het door zou gaan. En was het ook niet lekker om weer terug naar Nederland te gaan? Ja, wat dichter bij familie te zitten? Ja. Ja, we hebben er echt een geweldige tijd gehad in Kaapstad. Maar na 3 jaar hadden we ook wel zoiets van, we willen graag terug. Ja. We hadden een zoontje gekregen. Dus op dat moment ging ook al richting de 1. Dus ja, die had zijn opa en oma die allemaal in Nederland wonen. Ook pas 2 keer gezien. Ja, precies. Dus ja, dat begon toch wel een beetje te knagen dat we in ieder geval dichter naar huis wilden. Dus eigenlijk kwam dit gewoon precies op het goede moment. En we hebben geen seconde getwijfeld. En toen kwam de eerste Eredivisie-wedstrijd. Cambuur, uit. Ja. En je moeder zat op de tribune. Ja, zeker. Ja, dat was niet de laatste keer dat ze op de tribune zat. Nee, ja, was mooi. Echt een speciaal moment. Net al een beetje verteld hoe die weg is gegaan. Dat is zeker niet een mooie lineaire lijn geweest omhoog. Daar hebben mijn ouders heel veel voor moeten doen. Ik zelf voor moeten doen. Een aantal tegenslagen gehad en weer keihard gewerkt om naar bovenop te komen. Dus ja, dat was gewoon een mooi moment. En heel blij dat ik dat met haar nog kon delen in ieder geval. Mooi. En je zoontje, heeft die al hier in het stadion ook gezeten? Ja, 1 keer. Ja? Ja. Hoe was dat? Ja, was mooi. Ja, hij heeft nu nog geen idee wat er gebeurt. Maar nee. We hebben best wel veel op zaterdagavond gespeeld. Ja, dan ligt hij gewoon op bed. Dan gaan we hem ook niet meenemen of geforceerd op de tribune zetten. Want ja, hij krijgt er niet zoveel nog van mee. Hij snapt het niet. Maar als we op zondagmiddag spelen, dan nemen we hem toch wel graag mee. Ja, ja, leuk. En heeft hij al keeperhandschoenen? Nee, keeperhandschoenen past hij niet, maar wel alle Groningen shirtje. Ja, heel goed. Heel goed. We hebben een clip klaarstaan dat je ook je harde werk hier in de gym gewoon doorzet hier. Daar gaan we nu even naar kijken. We hebben je even in de gym gezien. Hoe bevallen de faciliteiten hier? Je zei er net al even wat over dat het echt wel goed is. Ja, top. Ja? Ja, echt alles wat je nodig hebt als topsporter is aanwezig. Je kan alles doen voor de training, na de training. Nou, daar wordt ook vanuit de staf al wel redelijk op gestuurd om dat te doen. Mm-hmm. Dus ja, faciliteiten zijn gewoon zijn top. Laat eigenlijk niks te wensen over. En hoe is het met de rest van het team? Hoe ken je de jongens? Gaat het goed? Ja, gaat ook goed. Ja, zeker. We hebben een leuke groep. Eigenlijk iedereen is wel goed met elkaar. Natuurlijk heb je altijd jongens waar je meer mee omgaat dan met andere jongens. Dat is normaal. Dat is overal zo. Maar ik moet zeggen dat dit wel een van de meest relaxte teams is waarin ik heb gezeten. Terwijl de druk hoog is, want de playoffs, daar gaat het nu wel echt om. Ja, zeker. Maar ja, dat is mooi toch? Een aantal maanden geleden
moesten we meer naar beneden kijken dan naar boven. En nu kijken we eigenlijk alleen nog maar naar boven. Moeten we zorgen dat we in ieder geval plek 8 vasthouden. Nou ja, als zondag winnen van Utrecht, dan wie weet wat er nog meer in zit. Maar het belangrijkste is gewoon dat we die play-offs halen. Of je dan 8e of 7e wordt, is dan iets minder relevant. Maar we moeten gewoon dit vasthouden. En de laatste weken gaat het goed, zijn de resultaten goed. Ja, dan merk je ook gewoon dat de sfeer beter is. Ja, want inderdaad, merk je dat? Zit dat dan in heel het gebouw dat het weer de goede kant op gaat? Ja, zeker, zeker. Je proeft het bij iedereen. Dat is denk ik ook wel logisch. In die end draait het bij ons allemaal om resultaat. En als de resultaten niet goed zijn, ja, dan wordt de sfeer automatisch ook wel minder. En dat, ja, dat merk je gewoon. Maar ja, zijn de resultaten goed zoals ze nu zijn, dan is het ook allemaal net even wat makkelijker. Geeft weer genoeg motivatie en energie om zondag weer te staan. Ja, zeker. Zin in? Ja, tuurlijk, altijd. En volgens mij het uitvak gaat goed gevuld zijn weer. Dat is ook lekker, toch? Ja, ik hoorde dat er nog nooit zoveel uitfans mee waren naar Utrecht. Nou, dus, mooi. Ja, prachtig. Ja, dat is perfect. Heel veel succes alvast aanstaande zondag. Echt heel tof dat je er was. Mooi dat we iets meer over je te weten zijn gekomen. Hoop ik tenminste dat het goed bevalt. Wij gaan altijd het weekend nog even in met John en Koert. Zij voorspellen altijd even de tegenstander van tevoren. Dus misschien hebben we er nog wat aan. De battle komt er nu aan. Koert, jij eerst. Oh, mag ik eerst? Jij mag eerst. Ja? Ga weer van me afkijken. Ja. De mannen zijn in vorm, want Koert en John hebben beide voor de derde keer op rij de voorspelling goed. Koert heeft opnieuw de stelling goed en loopt dus weer uit op John. Gaan onze mannen de wedstrijd van zondag opnieuw goed voorspellen en gaan ze voor 4 op rij? Utrecht uit, weer een mooie herinnering, want dat was mijn debuut. Toen heb ik mijn eerste minuten letterlijk gemaakt, maar dan als invaller. Utrecht, ja, ik weet niet, een beetje wisselvallig. Maar het blijft toch een beetje een linker ploeg. We gaan wederom voor de winst. Want ja, ik hoop op een 1-0. Het zijn kleine marges, kleine uitslagen. Maar 1-0 is ook genoeg. Of 0-1, sorry. Utrecht is altijd lastig uit. Vorig jaar natuurlijk de play-offs hebben laatst net verloren. Met Arjen Robben nog. Ik ga voor een gelijkspel 1-1. Ja, dat gaat niet op met mijn uitslag, hè? Nee, ik ga dan bij mij wel, want het doelpunt van Utrecht is ook een eigen doelpunt. Dan zeg ik dat Groningen wel twee keer scoort. Heel goed. Ja.